Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag wil ik jullie gaan uitleggen hoe je een actor kan aansluiten. Wat is een actor? Een actor is een klein schakelaartje, je hebt ze misschien wel eens gezien, die je achter een bestaande wandschakelaar of achter een lamp kan monteren. Je hebt ook van die tussenstekkers, dat zijn ook actoren. En wat doet een actor? Een actor die, daar kan je mee schakelen op afstand. Die kan je aan een domotica systeem hangen zoals Homey. En dan kan je hem via internet kan je hem bedienen. Of je kan hem intern in huis aan een ander apparaat koppelen. En op die manier schakelen. Ik wou eventjes gaan kijken hoe je hem nou aan moet gaan sluiten. Als eerste wil ik wel eventjes zeggen dat er heel veel verschillende soorten actoren zijn. En elke actor die sluit je weer op een andere manier aan. Dus het is altijd even goed om de handleiding te bekijken. Daar staat meestal wel een schemaatje in. Ik heb hier een voorbeeldje. Ik heb hier een voorbeeldje van een actor van Cubinho. En dan zie je hier zo zie je een klein schemaatje staan. En daar staat in hoe je hem moet aansluiten. Wat ook nog eventjes belangrijk is om te kijken naar het goede voltage. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten actoren. En die hebben ook allemaal weer een verschillende soort spanning nodig. Je hebt actoren die ze werken op 230, je hebt actoren die werken op 12 volt of op 24 volt. En sommige zijn zelfs ook potentieel vrij. Dat betekent dat het niet uitmaakt wat voor een spanning je erop zet en dat die dan altijd werkt. Maar dat is altijd even goed om het te bekijken en uit te zoeken. Zo komen we niet voor verrassingen te staan of je maakt het apparaat niet meteen kapot. Dus als je dat allemaal weet, dan kunnen we hem gaan aansluiten. Ik heb hier op het bord eventjes een actortje getekend. Ik heb hier de actor, hier twee lampen en hier heb ik een schakelaar gemaakt. Laten we eerst eventjes kijken naar de kleuren van het draad van de elektrische installatie. De L, dat is de kleur bruin, daar staat spanning op. De N, dat is de blauwe draad. De groen-gele draad, dat is de aarde. En het schakeldraad, dat is de zwarte draad. Oké, je ziet hier een schakelaar en die heeft twee bedieningsknoppen. En dat komt omdat ik bij mijn actor heb ik twee ingangen en twee uitgangen. Dit is een voorbeeld van een Cubinho actor. En daar staat meestal deze cijfers op aan de achterkant. En die komen weer overeen met de aansluitklemmen die op de actor zitten. En aan de hand daarvan kan je zien hoe je hem aan moet sluiten. Als je nou niet zo heel veel verstand van elektra hebt, dan kan ik begrijpen dat je dit niet helemaal snapt. Dus vandaar deze video ook. Ga ik het met jullie doornemen. En gaan we eens kijken hoe we het aan moeten gaan sluiten. Oké, laten we eens kijken wat dit allemaal betekent. We hebben hier de N en de L. Nou, die komen hier alweer terug. Dat zijn de fase en de nul. Daarmee zorg je dat de actor werkt. En voor de rest doet hij eigenlijk niks. Dus het zorgt alleen voor dat het actortje doet. Zien we hier I1 en I2 staan. Dat zijn de ingangen. Ingang 1, ingang 2. Dus hier kan je een schakelaar op aansluiten en hier kan je een schakelaar op aansluiten. Nou, Q1 en Q2. Dat zijn de uitgangen, dus dan kan je hier een lamp op aansluiten en daar een lamp. Bij Cubinho staat er meestal ook nog TS en dat is voor de temperatuursensor. Alleen, dat vond ik nou niet echt heel relevant, dus die heb ik nu eventjes weggelaten. Oké, laten we eens gaan kijken. We beginnen eventjes bij de schakelaar. Dit is de schakelaar die bij jou in de wand zit. En ja, ik heb hier toevallig eentje getekend. Met twee knoppen. En dan gaan we als eerste zorgen. Waarschijnlijk zit er al bij jouw schakelaar zit er een bruine draad aan één kant. Die bruine draad die zorgt ervoor dat de schakelaar spanning heeft. En als ik de schakelaar ga bedienen, dat hij die spanning door kan geven. Meestal zit er hier zo intern zit die doorgekoppeld met de andere kant. Zodat je maar één draad hoeft aan te sluiten. Nou, we zitten aan deze kant. Zitten waarschijnlijk twee zwarte draden.
Die zijn van je lamp. Die gaan rechtstreeks naar je lamp toe. Die draden die kan je loshalen. Die kan je eraf halen. Want we gaan nu hier zo gaan we de actor ertussen knopen. Want we willen straks natuurlijk dat als we de schakelaar bedienen, dat de lamp aangaat. En dat gaan we dus doen via die actor. Gaan we nou eventjes hier bij de actor kijken. En die gaan we als eerste voorzien van spanning. Dus we gaan een blauwe draad maken naar de M. En de lijnen die je hier ziet, dat zijn de draden die vanaf de groepenkast komen. Dus daar kan je ze heen maken. Zien we hier nog de L, die gaan we naar de bruine maken. Dus de actor die heeft nu spanning en die kan nu gaan werken. Nu gaan we de schakelaar ertussen knopen. En nou gaan we zeggen, I1, die maken we naar deze knop. En I2, die maken we naar die knop. Als ik nu de schakelaar ga bedienen, hier zo, de wandschakelaar. En ik sluit hem, dan gaat de spanning lopen naar I2. Dus op I2 komt al spanning te staan. En I2 is weer in de actor intern verbonden met Q2. Dus hij zal zorgen dat Q2 wordt aangezet. Nu moeten we natuurlijk ook nog zorgen dat de lampen gaan branden. Dus we gaan hier van Q1 gaan we een draadje maken naar een lamp. En van Q2 gaan we een draadje maken naar de lamp. De lamp die zit waarschijnlijk al aangesloten. Dus hier gaat er nog een draad weg. En die gaat naar de 0 toe. En dat geldt voor die ook. En waarschijnlijk zit er achter je lamp ook nog een aarding. Het ligt er een beetje aan of je die aansluit aan wat voor armatuur je hebt. En in welke ruimte je de armatuur gaat ophangen. In een badkamer zou ik het wel aansluiten. En in de tuin zou ik hem ook wel aansluiten. Maar in de woonkamer is het niet per se noodzakelijk. Alleen ja, het is wel aan te bevelen. Het verschilt ook wel weer een beetje per armatuur. Sommige armaturen die hebben geen eens een aarding. Dus dan kan je hem ook niet aansluiten, maar dat is dus per geval verschillend. Oké, laten we even kijken wat we nu gemaakt hebben. Als we nu de schakelaar gaan bedienen, gaat de spanning naar I2 of I1. En dan komt de spanning op de lamp te staan en gaat de lamp branden. De draden die op je schakelaar aangesloten zaten, die kan je aan gaan sluiten op Q1 en Q2, want dat zijn de twee schakeldraden. En dan moet je van I1 en I2 moet je even een nieuw draadje naar de schakelaar maken, zodat die kan gaan werken. Dus zo sluit je een actor aan op een schakelaar. Nu kan je hem gaan toevoegen aan Homey of je andere domotica systeem. En dan kan je hem gaan programmeren. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Wil je meer video's zien van dit soort video's zien, dan laat het even achter in de comments. Heb je nog vragen, laat ze ook even achter in de comments. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.